Arno Lee, geen stier of baardje aan de finish, maar een vingertje. Wat is het verhaal achter dit zegengebaar? Ja, het is moeilijk in Nederland, maar ik ga zeker in Frans. J'ai promis à un homme de faire ça, c'était pour eux, pour leur famille. Ils le sauront que c'était pour eux. Het was een mooie dag voor jullie als ploeg. Jullie hebben het hele dag perfect gespeeld. Was het een optie voor jou om het zelf te proberen in aanval te gaan, niet te wachten op de sprint? Ja, ik volg. Ik probeer niet mezelf. De tactiek was goed positioneren op de local lap, omdat we weten als je blijft achter, het is altijd moeilijk. Dus ja, op de eind, we zien iedereen was kapot. Dus ja, het was een mooi scenario met Victor op kop, maar niet optimaal. En met Arjen, we zien Axel Zingele wil proberen terug op de ontsnapping. Dus we volgen en dan, het was perfect voor ons. Super goede situatie. En dan, ja, het is op mij, ik moet winnen. En ik win, dus het is een goede dag. Het was wel nog een zeer spannende sprint, hè? Stan van Tricht kwam wel heel ver nog. Ja, het was altijd moeilijk, een spurt met een kleine groep. Victor probeert een grote snelheid. Omdat met een grote snelheid, het is goed voor mij. En ja, ik begreep niet Axel Zingele, omdat hij begon op 310 of 20 meter van een uitkomst. En dan hij ziet de plak en hij zegt, fuck, het is een beetje ver. Dus hij stopt en op dit moment, het was 250 meter en Stan komt met super veel snelheid. En ja, op dit moment, ik moet gewoon naar blok tot de aankomst. En ja, op de 100 meter, ik ben op de wiel. En ik zeg ja, dat komt goed. En ik win. Laatste vraag, in najaar rijd jij het EK. Wout van Aert zou er misschien ook rijden. Ben jij bereid om het kopmanschap te delen met hem? Ja, het is niet mij moeten zeggen dat. Het is de bondscoot, doet de tactiek. Ik denk, Wout is super sterk. Ik ben zeker minder sterk, maar op een parcours zo, het is goed ook met twee leaders. En ja, we zullen zien, het is nog heel ver. Er zijn nog veel doelen voor dit wedstrijd. Dus, nu het is meer geconcentreerd op zondag met een mooie World Tour klassiek Hamburg. Dus ja, we zullen zien. Dankjewel, proficiat.